Kijkers, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. In deze aflevering van Focus zullen wij het hebben over het meest recente staatsbesluit van de regering van de Republiek van Suriname, namelijk het besluit grondconversie 2023. De regering van de Republiek Suriname heeft een nieuw staatsbesluit vastgesteld, getiteld Besluit Grondconversie 2023. Hiermee wordt ernaar gestreefd het omzetten van domeingrond in eigendom te vereenvoudigen. Dit besluit, dat is aangenomen op 31 oktober 2023, is gebaseerd op artikel 13, lid 4 van het decreet Uitgifte Domeingrond. Het doel is om de wijze van indiening en behandeling van aanvragen voor overdracht van blote eigendom van domeingrond te versoepelen en overzichtelijker te maken. Het besluit biedt burgers tevens nieuwe mogelijkheden om de blote eigendom van domeingrond te verwerven. Speciaal voor de uitvoering van dit staatsbesluit is de unit grondconversie in het leven geroepen. Siew Ramsekul, lid van deze unit, vertelt in gesprek met de communicatiedienst Suriname meer over het staatsbesluit dat op 1 november jongstleden in werking is getreden. Grondconversie is omzetting van recht van grondhuur of erfpacht in eigendom. In Suriname heb je verschillende titels. Je hebt eigendomsrecht, je hebt grondhuur, erfpacht. En vroeger werd het ook in huurperceel uitgegeven. Maar eigendoms is de sterkste zekerheidsrecht. Conversie is niet, wel nieuw is nieuws, maar conversie bestaat al jaren. Door de voorgaande regeringen zijn ook grote lappen gronden ook geconverteerd. Wat verschil nu is van grondconversie, dat nu volgens de wet percelen van 2500 vierkante meter omgezet kan worden tot in eigendom. Dus percelen tot een grootte van 2500 vierkante meter. De president heeft de unit geïnstalleerd om dat makkelijk te maken voor de burgers. U weet, ervaring wijst wat bij GBB stukken blijven jaren liggen. Mensen wachten 10, 20, 30, 40 jaar op hun stukken. En als conversie, omzetting van grond en eigendom moet slagen, dan moet er een unit komen die dit soort zaken dan gaat vermakkelijken voor de burgers. Dus de taken van de grondconversie-unit is dan alle burgers die willen converteren, dus die willen omzetten in eigendom, kunnen dan bij de grondconversie-unit aankloppen. De burgers dan kunnen dan bij de conversie-unit komen om hun stukken in te dienen. Is ook duidelijk aangegeven, er gaat een formulier ook op geüpload kunnen worden. Daarin is aangegeven welke stukken nodig zullen zijn. Dus die stukken worden gebracht naar die conversie-unit dan via de website of hardcopy. Die formulier wordt ingevuld met alle benodigde stukken. De conversie-unit gaat dan screenen of alles oké is, of die persoon wel in aanmerking komt voor de omzetting. Binnen 4 weken moet de conversie-unit dan de regering adviseren of die persoon in aanmerking komt. Middels raadsvoorstel gaat dan maandelijks dan de raadsvoorstel naar de regeringsraad. Dan keurt de regeringsraad die conversie, aantal conversies die zijn doorgestuurd, wordt in de regeringsraad goedgekeurd. Daarna komt het terug naar de conversie-unit. De conversie-unit moet dan alles stukken opmaken en dan wordt het gestuurd naar de minister van GBB. Ja. En dan moet de minister dan die beschikking die opgemaakt is door de conversie-unit, dat moet dan getekend worden door de minister en teruggestuurd worden naar de conversie-unit. De conversie-unit moet dan op zijn beurt weer stukken dan sturen naar de notaris, dus via de burger naar de notaris, om die overdrachtsakte, die transportakte op te maken. Dat is eigenlijk de taak van grondconversie
unit. De burgers gaan we op de hoogte houden wat de procedures zullen zijn. Dus we gaan via alle media bekendheid geven. Dat is ook een van de taken van de grondconversie. Uitleggen wat grondconversie is. Ik heb al gezegd. Het is omzetten van grondhuur en erfpachtpercelen in eigendom. Dus wij gaan voorlichting brengen naar de burger toe. Wat ze allemaal moeten doen. Dat ze hun, ik zal noemen, zwakke recht gaan omzetten in een zeer sterke recht. Een van de vereisten van IMF is dat dit jaar nog 400 miljoen via conversie binnen moet komen. Is de vereiste van IMF. En er wordt gedraald, via de politiek wordt het gedraald. De president heeft gezegd, dit kunnen we doen. De wet biedt de mogelijkheid dat met een staatsbesluit de president de beslissing kan nemen om grondconversie te laten komen. En dat heeft hij gedaan. Als je de bedragen ziet, voor het eerste jaar zijn die bedragen gewoon 25 SRD per vierkante meter. Dus als je een perceel van 200 vierkante meter hebt, betaal je 5000 SRD aan de staat en dan krijg je het eigendom. Dus dit is nou een vallig boemzani. 25 SRD je pay voor kieswaan zo trange recht. Nooit in de geschiedenis. Dit is om de arme volk te helpen. Zet dat grond voor je eigendom. Jusref je kieswaan zekerheid. Dat je grond in af long moro die grond. En tweede, zani, ammoni zou kon inzien. Nangat dat een president, een regering kan je papotisme toe. Die middelen die binnen zullen komen, gaat gebruikt worden voor sociale projecten. Dus daarom, land heeft voordeel en de burgers die een sterker recht krijgen, heeft ook een voordeel. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.